Hallo iedereen, leuk jullie kijken naar deze gloednieuwe video van mij. Mijn naam is Wesley en zoals altijd heet ik u van hartelijk welkom in deze gloednieuwe video van mij. Ik wil een keer een hele ander soort video gaan doen waarin ik albums van een bepaald artiest rangschik van slecht naar goed. Dus zoals je aan de titel hebt kunnen lezen ga ik dus alle 6 albums die Within Temptation in hun hele carrière uitgebracht hebben beoordelen. En aangezien album reviews best wel lang kunnen zijn, probeer ik ook zo kort mogelijk samen te vatten. En weet je wat, genoeg gekletst. Laten we maar beginnen met het slechtste album van de band. Enter is het allereerste album van de band uit 1997. Voordat ze doorbraken met hits zoals Mother Earth en Ice Queen. En als je denkt van, nou, deze ken ik niet, gelukkig maar, want dit was toen voordat ze bekend werden, want ze waren nog eerst een soort underground band. Jammer genoeg is het wel een van hun slechtste albums ooit en ik weet dat het nog hun beginjaren waren en dat ze uiteindelijk beter worden na verloop van tijd. Maar in dit album zijn er momenten dat zangeres Sharon Adel en gitarist zanger en haar echtgenoot Robert Westerholt samen zingen en dat is niet om aan te horen. Sharon zingt met haar engelachtige stem en Robert staat te grunten. En dat verpest het hele album. Er zijn ook nummers waarin Robert de voortouw neemt met de zang en je wordt gewoon gemarteld met zijn gegrunt. Wat gewoon niet om aan te horen is eigenlijk. En het is ook te merken dat Sharon en Robert elkaar keer op keer afwisselen in het hele album. Terwijl de stem van Sharon mooier is om naar te luisteren. Het is net als luisteren naar een concert van 2 vioolspelers. En de ene violist speelt mooi en zuiver en de ander kan voor geen ene meter spelen. Hij klinkt gewoon echt gewoon vals, waardoor je oren gewoon pijn doen. Robert heeft geen enkel liedje waar hij fatsoenlijk op kan grunten. En, want dat komt ook een beetje omdat de muziek niet echt niet intimiderend of dominant of agressief is. Het is niet agressief of dat allemaal genoeg om ervoor te zorgen dat de grunt van Robert echt goed erbij past. De nummers zijn vaak te rustig of te mild voor het stemgeluid van Robert. Terwijl grunten meer past bij nummers die een hele agressieve en dominante toon hebben. Maar geen enkel liedje klinkt of agressief of dominant. En toch voelt het ook gewoon tegenvallend aan. Ook Sharon heeft haar mindere momenten in liedjes als bijvoorbeeld Wrestlers en Pearls of Light. De muziek klinkt ook heel tegenvallend en gedateerd als je moet vergelijken met andere metalbands zoals Metallica of Rammstein. En de keyboardstukjes klinken zo oud en de gitaren zijn soms wat standaard en de tempo in de nummers is te rustig om dit album te kunnen waarderen. Nummers zoals Wrestlers en Pearls of Light proberen als een soort metal ballad over te komen, maar het voelt een beetje saai aan eigenlijk. Robert's uitvoering is zo zwak dat van het grunten is zo zwak dat zelfs de muziek boven hem uitsteekt, dat hij zelf boven de muziek uitsteekt. En kortom, dit album is niet alleen slaafverwekkend saai als heavy metal album, want meestal is het gewoon super vet. Maar het is ook een heel ontzettend ontluisterbaar album. Het is gewoon niet de moeite waard om naar te luisteren. En natuurlijk voor elk album zet ik ook mijn favoriete nummers en mijn minder favoriete nummer ook onderaan in de beschrijving met eventueel de punten. En helaas krijgt dit album van mij een hele slechte 2 min van mij. Hydra is het meest recente album van de band uit 2014. Ja, 4 jaar terug. Het album begint nogal matig met Let Us Burn, gevolgd door Dangerous, wat een beetje een elektronische sound heeft wat te horen is in dit nummer. En daarna And We Run met rapper Xzibit. Ja, dat hoor je goed. Xzibit. En dat is een hele aparte keuze van de band. Xzibit heeft een zwakke uitvoering van zijn stuk en ik denk dat het beter was om Mike Shinoda voor dat nummer te vragen. En Mike Shinoda is trouwens rapper van Linkin Park. Hij is bijvoorbeeld te horen in nummers als Faint en In The End bijvoorbeeld. Hij is degene die aan het rappen is. Want dat zou een stuk beter bij hem passen dan bij Xzibit eigenlijk. Verder verstoort Xzibit het hele nummer doordat hij steeds er tussendoor rapt. And We Run is ook een van de nummers die van het album gehaald moest worden. De zang van Sharon is mooi zoals altijd, maar mijn god, de artiesten die met de band meewerken op dit album. Het is gewoon rampzalig. In Dangerous bijvoorbeeld zingt Howard Jones, hij is de voormalig lid van de alternatieve rockband Killswitch Engage. Hij zingt met autotune en dat maakt het gewoon ongemakkelijk om naar te luisteren. En Xzibit, zoals ik al eerder zei, is gewoon ruk en zijn uitvoering is gewoon ruk en zijn stem
klinkt niet mooi met And We Run. Arya van de band Nightwish. Zij zingt op het liedje Paradise What About Us. Heeft ze ook een eigen zangsolo. Zij doet van de rest helemaal prima. En Dave Purner, de zanger van Soul Asylum, zingt dan in het slotliedje Whole World Is Watching. Hij klinkt een beetje als een gevoelige versie van Chris Cornell. En voor de rest klinkt hij heel doorsnee qua zang. En we moeten het weer eens hebben over Sharon's man Robert. Want hij vond dat het nodig was om een badass nummer als Silver Moonlight te verpesten. Doordat hij ook weer tussen het nummer door moet gaan grunten. Kijk, ik heb niks tegen grunten, maar grunten kan super tof zijn. Maar de timing in de dubbel is gewoon slecht van wanneer hij aan het grunten is. De muziek is wat tegenvallend en blaast mij verder niet onver. De gitaarsolo's zijn ook wat zwak. Vooral in Paradise What About Us is het ook vooral aan de korte kant. Maar in Silver Moonlight daarentegen was hij wel wat beter, maar toch nog te kort. In Dog Days bijvoorbeeld is de gitaarsolo wel wat langer. Op sommige momenten zijn wat synthetische momenten te horen in bijvoorbeeld nummers zoals Dangerous en Edge of the World. Bij het laatst genoemde liedje heeft wel een mooie opbouw. Ik heb echt veel problemen met het album. De gitaarsolo's zijn vaak of te kort of gewoon zwak. De muziek is gewoon saai, terwijl de band hele bombastische nummers heeft die ik echt gewoon super vet vind. Het feit dat hun mensen als Howard Jones, Exhibit, Dave Purner en zelfs manlief Robert ook erbij hebben in dit album maakt het gewoon saai, suf en gewoon onluisterbaar. En weet je, ik wil het nummer Paradise What About Us echt te gek vinden, maar in dat nummer doen de band en Taya het gewoon te veel. De zangsolo van Taya wordt daarna overrold door een gitaarsolo, waardoor het gewoon nummer uitgestrekt wordt en het voegt niet echt iets toe. Het is net alsof ze iets te veel willen doen, alsof ze niet helemaal zeker weten van oké, we doen dit of we doen dat. Er werden geen keuzes gemaakt, dus we deden ze allebei. En schijnbaar snapt de band of Cher en Robert niet dat minder meer is. Less is more. Doordat ze zoveel tegelijkertijd doen in het album, wordt de album er niet beter op. Hydra is waarschijnlijk ook een van de meest teleurstellende albums van Within Temptation. En geloof me, ik ben iemand die hun muziek echt te gek vindt. En ze hebben waarschijnlijk niets geleerd van mijn voorgaande album, Enter, waar ook heel veel gegrunt werd. Het is gewoon niet om aan te horen. Dus het klinkt gewoon niet mooi. Ook niet mooi samen met de zang van Cher. En ja, ik weet niet. Dit is van net een tijdje terug, maar ja. Helaas heeft het geen indruk op mij gemaakt. En het album krijgt van mij een 3-. The Heart of Everything is het 4e album van de band en ja, waar moet ik beginnen met dit album? Ik heb gemengde gevoelens over het album, want de eerste 2 nummers, The Howling en What Have You Done met Keith Caputo, zijn nogal vergeetbaar eigenlijk. The Howling zag er op papier goed uit qua tekst, maar wat je dan krijgt te horen is echt niet wat je zou hopen van de band. Het nummer What Have You Done komt 4 keer voor op dit album. 4 fucking keer! Want er zijn 4 verschillende versies van het nummer. Een versie die 5 minuten en 13 seconden duurt. Een rockmix versie. Een akoestische versie. En als laatste natuurlijk een Amerikaanse popversie. Het is onnodig en niemand vraagt om 4 versies van hetzelfde liedje. Het liedje zou gaan over een koppel die elkaars aardvijanden worden en zelfs elkaar willen vermoorden. What the fuck? En er wordt zelfs in het nummer gevraagd of de ene prima vindt om vermoord te worden. Ja, kijk, dit stuk bedoel ik nou. Would you mind if I killed you? Would you mind if I tried to? Stel je voor dat er een actie zou zijn in een film en de vraag vraagt eerst van tevoren goedkeuring van de slechterik of hij ze dood mag schieten. Zo, jongen, oké, ik ga jullie allemaal vermoorden. Vind je niet goed? Dan wordt de held zeker doodgeschoten, ja. Waarom zou je dat doen, überhaupt? Er zijn dingen op te merken in de productie van het album. Kijk, de stem van Sharon klinkt alsof ze door een megafoon zingt. Dat is geen mooi effect eigenlijk. En zeker om, niet om het aan te horen. En in Our Solemn Hour horen we een stuk dat we Sharon horen zingen. En tegelijkertijd hoor je een speech van Winston Churchill. Dat loopt door elkaar door en dat werkt desoriënterend eigenlijk. En op andere momenten hoor je een backup song. En de backup song is niet altijd best, want dan hoor je Cher in een bepaalde toon zingen en de ander weer in een andere toon. En nee, dat is niet mooi om aan te horen. In het nummer The Heart of Everything is dat goed te horen. En er worden zelfs hele gekke geluiden gemaakt in het nummer. En dat is gewoon slecht. En dan hoor je zoiets als of zoiets. Weet je, dat allemaal. En volgens mij een paar andere nummers is ook volgens mij te horen.
Een nummer wat ook niet mooi is om aan te horen is The Cross, waarin je heel veel a hoort. Weet je, alsof er met de productie gespeeld wordt, waarin het Cher aan het stotteren is. En het klinkt zo cringy. En in Frozen hoor je ook van die vreemde schreeuwmomenten, die ook een beetje voor me ruïneren. De muziek in het album is wel prima, maar er zijn wel wat mankementen te horen. En zo zijn er een paar nummers te horen waarbij een gitaarsolo te horen is. Maar in dit album wordt dat niet goed uitgevoerd. In The Howling, R. Solmauer, The Heart of Everything, Hands of Sorrow en The Cross worden de gitaarsolo's heel zwak uitgevoerd en helaas worden ze gemaskeerd door de achtergrondmuziek die te horen is. Waardoor de gitaarsolo's gewoon een enorme teleurstelling voor je zullen zijn. Ik vind gitaarsolo's echt vet, maar ze moeten en heel goed gedaan worden en de hoogtepunt van het nummer zijn. Maar in dit album gebeurt dat eigenlijk helemaal niet. In het nummer The Truth Beneath the Rose was wel een goede potentiële solo te horen. Maar die wordt abrupt onderbroken, alsof ze dat iemand, de gitarist een solo aan het spelen, een keer knip, wordt het eruit geknipt. Zoiets eigenlijk. En dan denk ik van, waarom? Dat is het domste wat je als band zou kunnen doen als je bezig bent met een album. The Truth Beneath the Rose is wel een goed nummer, vind ik. Maar als de solo wat lang was, dan zou het echt een veel beter nummer zijn geworden. De band had beter de eerste twee nummers weg kunnen laten, want die zijn gewoon vergeetbaar, zoals ik al zei. Ze zijn niet slecht, maar ik vind ze ook gewoon niet goed. En er zijn ook wat mooie ballads te horen, zoals bijvoorbeeld wat ik al zei, Frozen en Forgiven. Wat een mooie piano ballad is met een orkest op de achtergrond. En weet je, in dit album zijn ook akoestische versies van Ice Queen en Stand My Ground te horen. En dat is wel mooi om te horen hoe Cher soms een hele andere draai geeft aan wat oude liedje die we geweldig vinden. Maar toch voelen die akoestische versies overbodig aan en zou het beter passen op een akoestisch album, zeg maar, van alle nummers die Willem met deze album uitgebracht heeft. Dat zou veel interessanter zijn. En ik zal eerlijk zijn, het was me een klus om dit album aan te horen en research hiervoor te doen waar de liedjes over gaan. En dit is tegenover albums als die ervoor kwamen als Mother Earth en vooral The Silent Forest een hele grote teleurstelling. En is zeker geen aanrader voor iemand die voor het eerst kennis wil maken met Willem Temptation. Daarom krijgt The Heart of Everything voor mij een 3+. Het tweede album van de band waarmee zij definitief hun grote doorbraak maakten, met liedjes zoals Ice Queen en Mother Earth. Het album heeft wat meer Keltische invloeden en daar is ook nog wat klassiek muziek en een achtergrondkoor te horen. Wat ervoor zorgt dat de muziek meer power heeft en dus ook nog eens een hele goede stap in de goede richting voor de band. Net nadat ze afkwamen van Enter. Het gegrunt van Robert Westerholt is niet meer terug te horen op dit album. En in plaats daarvan staat de zang van Sharon den Adel helemaal centraal, wat ik echt helemaal geweldig vind. Het album maakt een hele sterk start met de eerste drie nummers. Mother Earth, Ice Queen en Our Farewell. Maar daarna komen nummers als Cage en A Promise. In Cage klinkt Cher gewoon niet mooi. Ze klinkt bijna net een heks op sommige bijna het hele nummer. En The Promise gaat over een vrouw die de moord van haar man wil wreken. Maar de toon van de muziek komt niet overeen met waar het liedje over gaat. Wat een enorme teleurstelling is. Ook al is de muziek wel mooi. Maar dan volgt Never Ending Story, een mooie rock ballad dat net als Our Farewell voor wat variatie zorgt in het hele album. Wat daarna volgt is Deceiver of Fools, wat over de duivels gaat. Maar in plaats van dat we een huiveringwekkend of duister liedje krijgen, krijgen we een gevoelige rock ballad waarbij ik denk van, je zingt over de duivel en je maakt een soort ballad-nummer. Wat is dit eigenlijk, een liefdesliedje of zo? En nu we het toch over een nummer hebben over de duivel, weet je welke band ook een nummer heeft dat toevallig over de duivel gaat? Iron Maiden, met het nummer The Number of the Beast. De toon van dat nummer past goed bij het onderwerp, maar de toon bij Deceiver of Fools niet. Het einde van het album met Dark Wings en In Perfect Harmony is oké, maar het doet niet echt wat met je. Dark Wings klinkt als een vrij doorsnee heavy metal liedje en In Perfect Harmony is een nogal wat Keltisch ballad nummer als ik het zo goed begrepen heb. Dat nummer is mooi, maar het voelt niet echt verdiend. Zo van, oh man, dit is zo mooi, dit album was zo geweldig, een mooie afsluiter. Dat had ik net echt niet echt. Als ik een conclusie mag trekken over dit album, dan zeg ik dat dit album zoveel beter is dan Enter, een voorganger. Maar het heeft zo zijn zwakheden en soms past de toon niet echt bij bepaalde liedjes. En klinkt Sharon als een heks in Cage, wat ik al eerder zei. Voor de rest een prima album waar je veel plezier mee kan hebben als je dol bent op heavy metal, gecombineerd met klassieke muziek en Keltische invloeden. En Mother Earth, het album Mother Earth krijgt daarom van mij een 7.
Unforgiving is het vijfde album van de band en zou deel uitmaken van een groter verhaal dat zou bestaan uit 3 korte films en een stripboek met het album als titel. Het album zou een actiemisdaadachtig verhaal vertellen waarbij monsters uit de hel opeens op aarde verschijnen. En dat lijkt me echt vet als een album dat doet, als een album soort verhaal vertelt, zeg maar, of deel uitmaakt van een groter verhaal of iets wilt vertellen of zo, weet je wel. Het album is op het gebied van zang en muziek een enorme verbetering van The Heart of Everything. Want dit album is de voorganger van The Heart of Everything, als je het weten wilt. Er is geen back-up zang meer te horen als Cher aan het zingen is. En dat is fijn en daardoor kun je beter van haar stem genieten. In Where Is The Edge hoor je een beetje dat de zang van Cher vervormd wordt. Maar dat is niet zo erg. In Murder klinkt ze niet al te best en vind ik de toon van hoe ze zingt maar niks. Maar voor de rest klinkt ze echt heel erg goed op dit album. En er zijn ook echt van die krachtige badass nummers waarin ze echt gewoon alles geven. En dat doet ze zo goed. Geweldig gewoon. De muziek, oh man. Daar word ik echt blij van. Het begin van het album begint vrij rustig met Shot in the Dark. Maar we hebben eerst een intro van een vrouw die wat uitspreekt, zeg maar. En dan beginnen we vrij rustig met Shot in the Dark. Maar als In the Middle of the Night komt, dan horen we een badass up-tempo heavy metal nummer. Wat heel verrassend is om te horen van Within Temptation. Want ik dacht even, dit is nogal out of place, maar het past wel echt goed bij hun. En dit is ook iets wat je zou willen horen van de band. Vester klinkt een beetje doorsnee, maar vanaf Fire and Ice komt het album tot zijn goed recht. We horen vanaf dat nummer weer het orkest tot aan het einde van het album. En dat maakt de nummer zoveel beter. Dat geldt helaas niet echt voor het nummer Murder. Zo geweldig vind ik het nummer Murder helaas niet. Stairway to the Sky is hier niet echt een perfecte afsluiter, maar het is prima zoals het is. En dan moet ik nog even vermelden hoe badass de nummers Iron en A Demon's Fate zijn. Die twee nummers, dat is precies wat de band ook het nodig heeft. De gitaarsolo's zijn in dit album fantastisch gedaan en ze hebben ook nog genoeg tijd om de spotlight te kunnen pakken. Mijn favoriete gitaarsolo is te horen in het nummer Iron. En hoe snel en goed die solo gedaan wordt, maakt het nummer ook als een van mijn favoriete nummers van Within Temptation. En ik denk, als je dit album wil gaan luisteren, luister even naar Iron. Dat is echt zo'n vet badass nummer. Echt. Als je wat meer badass kant van Within Temptation wilt zien, dan raad ik zeker dit album aan. En luister zeker naar In the Middle of the Night en ook nog eens naar A Demon's Fate. Want dan kun je helemaal losgaan met headbangen. En je zult er zeker veel plezier mee hebben. En eventueel met je vrienden een moshpitje vormen ofzo. Want dat lijkt me ook wel vet. En daarom krijgt dit album van mij een 8. En we gaan nu op weg naar de allergrootste winnaar. En misschien zagen jullie het al aankomen. Maar hier is de nummer 1 beste album van Within Temptation. Is scheepsrecht, wordt er wel eens gezegd. En oh man, dit album. The Silent Force is zo prachtig en zo episch. Tot op de dag van vandaag nog steeds mijn favoriete Within Temptation album. In dit album zingt Sharon wat natuurlijker dan wat zij deed met haar falsetto stem in Mother Earth. En Ice Queen van hun album die daarvoor kwam. Mother Earth natuurlijk. En weet je, ik vind het leuk om naar de natuurlijke stem van Sharon te luisteren dan naar haar hoge falsetto stem die we van haar gewend zijn in Ice Queen bijvoorbeeld. De muziek is ook gewoon echt prachtig om naar te luisteren. De band, het orkest en het achtergrondkoor spelen goed op elkaar in en vullen elkaar ook mooi aan. Waardoor je geen enkel moment verveelt in dit album. Je zou gaan denken dat dit hele album een soort soundtrack is van een epische actie-avonturenfilm die zich in de middeleeuwen afspeelt. Of misschien ergens in de 19e eeuw, weet je. Er zitten veel verwijzingen in die uit de Bijbel of uit mythologische verhalen komen. En ze worden er bijvoorbeeld engelen genoemd, God, de hemel, een duistere engel en natuurlijk de einde van de wereld. Door een enorme vloedgolf. De inhoud van het hele album, dat gaf mij gewoon echt kippenvel. Zo complex en fascinerend is het voor mij gewoon. Het is net alsof je een soort Bijbel leest. Van je denkt van, ja, het ziet er een beetje achterhaald uit. Maar je denkt van, je raakt wel echt gefascineerd uiteindelijk van waar de nummers over gaan. De intro in dit nummer is fenomenaal te noemen, want het is volgens mij een van de beste intro's die ik in een album gehoord heb in de afgelopen tijd. Want dan maak je echt een hele sterke start met je album en daarna volgen nummers als Seahoy en Jillian, I Give My Heart, wat ook zo mooi opvolgt. De albumversie van Stand My Ground is niet helemaal wat ik gehoopt had eigenlijk, want
De intro is vergelijkbaar met een grandioze en krachtige combinatie van gitaren, orkestmuziek en een achtergrondkoor. En ik heb liever de videoclipversie van dat nummer, want die vind ik veel mooier. Want dan speel je dus een beginstukje af en dan gaat hij meteen door naar het couplet. Maar in dit album hoor je de eerste intro, daarna hoor je heel krachtige gitaren en daarna pas couplet. Eerst couplet van Sharon. Ik vind de albumversie niet echt iets, maar... Maar desalniettemin vind ik het liedje nog wel tof worden, daar weet ik van. Er zijn wel een paar nummers die ik niet zo geweldig vind. En dat zijn Aquarius en It's the Fear. In Aquarius klinkt de band niet echt geweldig. En de zang van Cher klinkt niet al te best. En It's the Fear klinkt als een afgewezen nummer van het Mother Earth album. Maar het nummer is niet per se slecht. Het is oké. Het is oké. Maar al die kleine muntpunten kunnen niet tippen aan de grote hoeveelheid pluspunten die The Silent Force heeft. Dit album is zeker de moeite waard om te checken. En ik zeg ook maar alvast... Koop dit album. Je weet echt niet wat je mist met dit album. Dit is echt geweldig. En daarom krijgt dit album ook van mij een 9+. Zo'n geweldig album wil ik het gewoon. Nou, dat waren de albums van Rhythm and Temptation die ik gerangschikt heb van slecht naar goed. Maar welk Rhythm and Temptation album is jullie grote favoriet? En waarom? Laat gerust weten in de reactie onderaan de video. En nogmaals, mijn naam is Wesley. Je hoeft niet altijd met me eens te zijn. Maar ik kan niet alles leuk vinden wat jij wel leuk vindt. Tot ziens en ik zie jullie de volgende keer in een gloednieuwe video van mij.